Eerder deze maand trad Jos Derven terug als wethouder namens Dorpsbelang Renswoude. Hij legde zijn functie neer om persoonlijke redenen. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door wethouder Henk van der Schoor en burgemeester Petra Doornenbal. Dorpsbelang Renswoude is nu op zoek naar een opvolger. De partij vindt het jammer dat Jos Derven zijn functie heeft neergelegd. We hebben uiteraard respect voor zijn besluit, maar ja, zoals gezegd, we vinden het jammer. Welke taken deed hij onder andere als wethouder? Hij was wethouder voor het thema wonen, het sociaal domein en duurzaamheid. Die drie thema's, zijn dat voor Dorpsbelang Renswoude thema's van groot belang? Ja, zijn belangrijke thema's voor ons. Wonen zeker, we kennen allemaal de problematiek rondom onze jongeren die graag een huis willen hier in Renswoude. Maar wat erg moeilijk is op dit moment. Maar ook onze oudere inwoners die willen doorstromen, waarmee er woningen vrijkomen voor de jongeren en de gezinnen. En aan de andere kant, het thema duurzaamheid is natuurlijk op dit moment ook van groot belang rondom zonne-energie, windenergie en alles wat daaromheen speelt. Dus ja, voor ons belangrijke thema's. Waren dit ook belangrijke thema's voor Jos Derven? Ja, zeker. Dat waren voor Jos ook belangrijke thema's. En ik heb net het sociaal domein nog niet genoemd, maar als uithuisarts is het sociaal domein natuurlijk iets waar ik heel erg in thuis is. Dus, en ook duurzaamheid, ook de medische kant daarvan, onder andere van de windmolens, voor hem erg belangrijk. Nu, dat bericht is er. Wat gaat er nu gebeuren? Hoe ziet het proces er nu uit? Want jullie moeten op zoek naar een nieuwe wethouder. Ja, wij als Dorpsbelang gaan op zoek naar een opvolger. Dat betekent dat wij binnen de fractie volop in gesprek zijn. Je kunt dan denken aan een aantal scenario's. Eén scenario is dat we binnen de fractie een interne kandidaat vinden. Nou, daar zijn we met elkaar over in gesprek. En een ander scenario zou zijn dat je een externe kandidaat als wethouder aantrekt. Dat kan iemand uit het dorp zijn, maar ook iemand van buiten het dorp. Vooralsnog heeft onze voorkeur wel om met een interne kandidaat te komen. Want waarom is die voorkeur er? Omdat wij het van belang vinden dat we een wethouder hebben die betrokken is bij Renswoude als gemeenschap. Een wethouder die toegankelijk is en ook enige kennis heeft van de lokale politiek. Dus dat maakt het voor ons belangrijk. En diegene is dan beter intern te vinden als extern? Ja, zoals wij daar nu naar kijken wel, ja. Is het ook belangrijk dat de nieuwe wethouder ook zich goed kan vinden in de thema's die u net noemde? Ja, dat is voor ons zeker belangrijk. Deze thema's, zoals gezegd, zijn voor ons als Dorpsbelang belangrijk. Maar ook belangrijk dat daar binnen de gemeente goed aandacht voor is. En dat deze portefeuilles gewoon... Het zijn grote portefeuilles. Wonen, het is een groot thema. Duurzaamheid is een groot thema voor de komende jaren nog. Het is belangrijk dat die goed onder de aandacht blijven. Het proces is nu gaande. Wanneer hoopt u een nieuwe wethouder te kunnen presenteren? Ja, wij hopen voor het zomerreces een nieuwe wethouder te kunnen presenteren. Dus daar streven we ook naar en daar zijn ook onze gesprekken met elkaar op gericht. Dus dat zou het allermooiste zijn, want dan heb je ook de zomerperiode om iemand in te werken en dan vanaf na de zomer vol aan de slag te gaan. Op 4 juli is de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces met 1 of 2 wethouders. Dat is nog de vraag. Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Maar zoals gezegd hopen wij voor het zomerreces uitsluitend te kunnen geven. Dus het mooiste scenario zou zijn dat we op 4 juli met 2 wethouders zijn. Nu zit u nog niet zo lang in de lokale politiek. Is het een interessante periode om dit zo te mogen volgen? Ja, dat is zeker een interessante periode. Aan de andere kant had het ook heel fijn geweest als onze wethouder gewoon gebleven was natuurlijk. Want die keuze hebben we vorig jaar met elkaar gemaakt. En dat was denk ik het fijnste scenario geweest. Maar is ook wel weer voor mij als nieuwkomer interessant, zeker. Kortom, het streven is ernaar om voor het zomerreces een opvolger te hebben voor Jos Derven. Zeker.